Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft onlangs een open dag ICT in Education georganiseerd. Deze open dag is onder andere bestemd voor leerkrachten en aankomende leerkrachten. Mevrouw Levens, vandaag is er een open dag gehouden voor ICT Education. Voor welke doelgroep is deze open dag? Voor twee doelgroepen. Eén doelgroep is de groep die haar HAVO-diploma heeft of VWO-diploma. En die mogen direct met een bachelorsprogramma beginnen voor ICT in Education of ICT voor de workforce. Dat betekent dat zijn mensen die geen leerkracht willen worden, maar in de samenleving willen gaan werken of in het bedrijfsleven. En die hebben ook de kennis nodig van 21st century skills. ICT is één van ze. Wat is... De tweede groep is de groep die net is afgewezen. Ze hebben twee keer examen gedaan voor de HAVO of twee keer examen gedaan voor het VWO. En elke keer worden ze afgewezen voor één van die vakken. Of ze zijn naar de HAVO gegaan en ze zijn over naar de tweede. En ze moeten in het halverwege het tweede jaar vallen ze uit het systeem. En niemand kan ze verder opvangen. Die groep vangen wij ook op. Maar dan heb je een speciaal programma om ze op het niveau te brengen van een HAVO-student om naar de bachelor's te kunnen gaan. Laten we beginnen te zeggen dat ons instituut ervan uitgaat dat elk talent dat verloren gaat een verloren kans is voor het hele land. Wij willen alle studenten een kans geven om zich te ontwikkelen en in zichzelf opnieuw te gaan geloven. Want wanneer je twee keer bent afgewezen, dan heb je het gevoel van ik kan niets. En dan beginnen ze teleurgesteld te raken in zichzelf. En dat moet je eruit halen. Je moet inspireren dat je op jouw niveau wel verder kan. Dat niet alle opleidingen voor jou geschikt zijn, maar je hoeft niet te stoppen met het ontwikkelen van jezelf. Die opleiding heet International Institute of Education for Development. Nou, die development is het meest belangrijke in ons instituut. We geloven erin dat mensen dit land ontwikkelen. En dan moet je ze de hulpmiddelen geven, de kennis, maar ook het vermogen dat ze iets kunnen produceren en iets kunnen creëren. Dat is wat we ze moeten meegeven, omdat dan alleen ontwikkeling in dit land plaatsvindt. Bij ons zul je geen tentamens tegenkomen waarin we mensen zullen vragen om wat ze uit het hoofd hebben geleerd voor ons neer te pennen. Vervolgens nemen wij onze rode pen en we beginnen door te strepen. Dat gebeurt bij ons niet. De tentamens zien er heel anders uit. Er is elke dag een heel klein tentametje van één vraag van wat hebben we vandaag gedaan? Heb je het begrepen? Als je het hebt begrepen, dan gaan we verder. Heb je het niet begrepen, dan herhalen we het nog een keer. Maar het belangrijkste is uit het hoofd leren bestaat bij ons niet. En alles bewaren tot het eind, om te kunnen kijken of je nog hebt onthouden wat je in het begin hebt geleerd, bestaat bij ons ook niet. Je moet elke dag moet je bezig zijn met je kennis en het verder ontwikkelen. Meneer Potisi, u bent ook gekomen naar de open dag ICT Education. Is het de eerste keer voor u? Nee, het is niet de eerste keer. Het is mijn tweede keer bij de open dag. En ik ben ook zelf student hier. Dus ze hebben me uitgenodigd om te helpen, vanaf dat ik hier ben. Het is heel interessant, leerrijk. En wat je allemaal leert is dat je gedeelte van science ook kan toepassen. Men noemt het een soort STEAM. Dat is voor science, technology, engineering, mathematics. Kan je allemaal toepassen. Je leert ze hoe je dat moet toepassen. En dat kan je gebruiken voor je werk, voor studeren. Ook voor leerkrachten is het heel belangrijk, want daarvoor wordt het echt opgezet. Maar ook binnen jouw vakgebied kan je leren om dat toe te passen. Wat wilt u aan mensen zeggen die de eerste keer hier zijn gekomen en misschien nog even twijfelen van, ga ik het doen, ga ik het niet doen? Nou, ik zou zeggen, ga ervoor. U zult zelf zien dat het een andere manier is van leren en dat het ook kan helpen om Suriname op te bouwen. Dus ga ervoor en kies en u zult zelf zien dat het waardevol is.